Maar als ik het even op een eenvoudige manier kan zeggen, dan denk ik eigenlijk Rijksoverheid en gemeente. Het zeg maar de basisinfrastructuur of basisvoorzieningen, die liggen bij de gemeente over het algemeen. En de programmering aanbod, dat ligt bij OCMW. Dus het maken, de Rijkscultuurfondsen bijvoorbeeld, dat er projecten worden ontwikkeld, dat er dat je aanvragen kan doen voor allerlei leuke, mooie tentoonstellingen, boeken enzovoort. Dat gaat allemaal via de Rijksoverheid. Maar een gebouw, dat moet eigenlijk via de gemeente en via BZK bijvoorbeeld. Of, dus dat is een beetje hoe, wat ik weet, hoe de taakverdeling is. Nu kan het hier weer anders liggen, want het is net wel ver weg. Wellicht dat er hier ook vanwege de identiteit van het eiland en de traditie hoe iets hier is ontwikkeld, kan het iets anders liggen. Maar wellicht heeft u daar meer informatie over. Ja, ik zal mijn best doen. Maar lokaal beleid maken wij. Maar natuurlijk in samenwerking, samenspraak ook, zoals u natuurlijk... U heeft een convenant met ons getekend over kaders die we moeten gaan creëren voor een nieuwe cultuurbeleid. Prioriteiten moeten gesteld worden. Gaan we samen doen, maar uiteindelijk is het aan Bonaire uiteindelijk om zijn eigen lokaal cultuurbeleid te creëren. En natuurlijk is het ook aan het openbaar lichaam om ook cultuur zeg maar, te financieren. Maar achterstanden wegwerken, zoals bijvoorbeeld nu hebben we het over een bibliotheek. Natuurlijk, gebouwen is ook verantwoordelijkheid van het openbaar lichaam. Maar wij zullen nooit en niet meer van onze eigen begroting in één keer een nieuwe bibliotheek. Dus dat moeten we samen doen. Dat dus we, samen doen. We overlappen elkaar als we achterstanden moeten wegwerken. Maar lokaal beleid maakt natuurlijk het openbaar lichaam.